hotels gezeten samen als we trainingskamp gingen. Ja, ja. Dan zaten we daar, dan was het gewoon vissen. En op een gegeven moment zagen ze een beetje mijn talent. Zeiden ze van, hé, je broertje is goed, hè? En maar mijn vader misschien. Hij zei, hij gaat niet naar voetbalclub. Hij gaat niet. Ik zei dat tegen mijn man in Marokko. Dat was een beetje een buurman van ons. Ik zei tegen hem, ik ga naar Europa en ik word proefvoetballer. En ik was 5-6 jaar. Ja. Ik was echt geobsedeerd door voetbal. Ik was wel, voetbal was alles voor mij. Anzilu al-kitabi min Allahil azizil alim. Ghafir al-dhanbi wa qabil al-tawbi shadid al-iqabi dhi al-tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أم آية hoogwaardige correcte islamitische kleding. Een grote collectie in gemar, jilbab en abaya. Ga naar www.umaya.com en ontvang 10% korting op de gehele bestelling met de kortingscode Hussein10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي حسين كيداير؟ الحمد لله برد انت بخير. الحمد لله. الله يحفظك برد. يا رب سبحان الله. كيف دايز الانترفيو حميد عربي زون في باريس ولا شنو؟ يا جاي من الله يحفظك. لا يا معك لي عافية. وخط سياسي بس خد. والله الحمد لله. يا الحمد لله. الحمد لله. وش في تعرف زي نيدلاند برد؟ يا اي بيت نيدلاند. عشان كوم دان سوفيل موغلك فاميلي بزوك. يا het land neemt ook gewoon heel veel stress mee, man. Soms. Ja, ja, soms wel, maar eerlijk, niet in de zin van stress, maar je komt dat in Nederland en dan komen er al die dingen over. Oh ja, ik moet dat nog regelen, ik moet dat nog regelen. Dat. Kijk even op die paspoort, hé, ik moet die paspoort nog verlengen, man. Ja, subhanallah, van mijn kinderen zijn verlopen, zoals ik je vertelde. Oh, serieus. Dan zie je, moet je weer achteraan rennen. Tegenwoordig ook met die corona gevallen en zo. Nog steeds? In Amsterdam hebben ze alles geopend. Okay. Maar hier in Almere, dan moet je gewoon op afspraak. Ik ging online kijken. Ik zie 6 juli. Ja, dan zit ik midden in de voorbereiding, vriend. Nee, maar alhamdulillah. Dus ik heb een spoedafspraak kunnen maken en dan regelen ze het. Alhamdulillah. Want je bent er hoe lang ben je nog niet van? Oeh, anderhalf week. Anderhalf week? Ja, okay. Anderhalf week. En heb je geen heimwee naar Nederland of zo? Wat? Niet echt, man. Nee? Kijk, het land niet en zo, weet je waarom? Ja, ik zit nu in Griekenland voor de mensen die het niet weten. Hè? Het land is echt mooi. Ja. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, natuur en zo. Er is echt voor mij niks moois, man. En ja, je hebt bergen, je hebt mooie stranden, mooie zeeën. Kijk, ik hou van Marokko, hè. Marokko is nummer 1. Maar de zeeën van Griekenland, daar kan Marokko niet aan tippen, man. Spannend, ja. Ja, oké, Hussima nog een beetje. Want Hussima zit nog bij die mediterraanse gedeelte, klopt. Maar de eilanden en zo waar je naartoe kan gaan in Griekenland, ze hebben over 100 eilanden of zo. Serieus? Ik weet niet hoeveel, maar het zijn echt superveel eilanden. Echt, qua dat, top. Een vis? Hoe is een vis? Beter als je parasieten? Ja. Ja? Is met het Mediterraanse zee, vriend. Serieus? Ja, dit is veel beter, man. Hoe is het leven daar in Griekenland? Is het een beetje duur? Is het een beetje haalbaar? Ja, hoe is het leven daar? In de zin van duur, het valt wel mee. Nee, het is gewoon ja, normale Europese prijzen, maar ik denk Nederland is wel duurder. Oké. Ja, Nederland. Ja. Omdat de gemiddelde salaris in Nederland ook ligt veel hoger dan in Griekenland. Ik weet niet, volgens mij in Griekenland was het iets van 900 euro of zo. Oké, spannend. Ja, het is heel laag hoor. Ja, heel ja. Laag. En ja, het hangt ook van op welke plek je bent in Griekenland. Als je een beetje in het zuiden van Athene zit en zo. Ja. Ja, dan kan je wel prijzen betalen hoor soms. Als je naar een restaurant gaat, ja, dan slaat hij om je oren. Serieus? Jawel man. Dus die kijken die... Dan is het even... Oké. Okay. Nee, maar nee, weet je. Alhamdulillah, Allah ja. Ta'ala heeft ons begunstigd. Dus alhamdulillah. Het betalen. Je valt liefde, alhamdulillah. Ja, toch? Het is niet zo, kijk, ik zeg altijd, je moet praktiseren, je moet je ding volgen, je moet zoveel mogelijk. Maar tijd voor je gezin om een keertje lekker naar een lekkere restaurant te gaan. Als het natuurlijk kan, hè, want het is niet voor iedereen weggelegd. Nee, natuurlijk. Precies, tuurlijk. Moet je dat zeker doen, maar je moet ervan genieten. Je moet, dat verdient je de gezin ook. Nou, sterk nog, Allah Azzawajal houdt van zijn dienaar om zijn rijkdom terug te zien in zijn dienaar, toch? Precies, ja, je hebt een beetje goed eruit zien. Tuurlijk. Alleen dat heb ik niet. Ja, maar, ik heb geen stijl, broer. Ja, ik zeg je eerlijk, daarin ben ik echt zwak. Nee, maar waarom? Weet je wat het is? Ik heb echt zo
daarin, subhanallah. Ik heb gewoon. Het boeit me niet. Nee. Wallah, het Adidas. Je zou zeggen, zeg maar voetballer, je moet echt Balenciaga, je moet dure dingen hebben. Nee. Ik zeg eerlijk, hier in Nederland hou ik van. Ze zijn heel gewend aan moslims en zo. Klopt. Ik kan lekker in mijn kamies lopen. Dat is wel lekker. Niemand die mij lastig valt. En daar ging dat lastig. Ja. Anders. Ja, waarom was het hele cultuur? De cultuur is heel anders. Je moet je natuurlijk wel een beetje aanpassen. Want ja, precies. Kijk, ik blijf bij mijn roots en waar ik vandaan kom en bij mijn principes natuurlijk. Maar je merkt wel dat daar de islamitische gemeenschap veel kleiner is dan in Nederland. Ja. Hier heb je volgens mij meer dan 2 miljoen moslims in Nederland. Ja. Dus ook de Nederlanders zijn ook wel gewend aan moslims. Ze zijn gewend aan dat soort mensen om je heen, weet je. Klopt, klopt. En ook verschillende culturen, ja. Van alles en nog wat. In Griekenland heb je echt eigenlijk alleen maar Grieken. En dan heb je heel veel immigranten als van Pakistan, Bangladesh, dat soort plekken, weet je. India, daar komen ze dan vandaan. Maar qua islam daar is de gemeenschap veel en veel kleiner. Schrikken ze daar nog een beetje van, of niet? Nog één keer? Ja, schrikken ze daar nog een beetje van? In de zin van wat? Van als ze met jou zien met een baan en ja. Ja? Serieus? Als ik bijvoorbeeld met een. Dan doe ik het weer eens. Dan ga ik naar de moskee en dan ga ik met mijn kamees. Ja. En dan moet ik dan bijvoorbeeld tanken of zo. Bij mij kan het gewoon zo zijn dat iemand gewoon dit doet, weet je. Allah. Ja. Hij heeft elke ruggengraat heeft hij gewoon gekraakt. Om jou te zien, weet je. Allah. Dat is bij hem heel apart. Terwijl. Als je kijkt naar hun priesters, want ze hebben natuurlijk, ze zijn nog heel erg gelovig daar. Katholiek toch? Ja, volgens mij ja, katholiek ja. Dan heb je die priesters van hun, een hele lange, maar zwarte. Ja, weet je. Hebben ze gewoon die kamies, maar die zwarte, weet je. Lange. En ook baard en zo, dus bij hun niet echt iets of zo. Maar bij ons moslims zie je toch een hele andere uiterlijk. In de zin van als je iemand een baard draagt. Een kamies draagt. Je ziet het heel anders. Hè? Het is Noor Abroad, wat zeg je? Ik begrijp het. Jij spreekt het. Ik geef je de hint, jij spreekt het mij. Nee, weet je, dus bij ons is dat gewoon, subhanallah, je ziet het aan iemand. Je ziet het echt. Subhanallah. Dus alhamdulillah, de moslims. Als je kijkt, 9 van de 10 moslims die hun geloof kennen. Ja. En die op de juiste manier zijn en die weten wat onze dien inhoudt. Dan zie je ook vaak, die zijn juist heel erg behulpzaam. En die zijn juist heel erg, ook naar de niet-moslims. 100%. En je ziet vaak ook op een gegeven moment als een niet-moslim persoon en zo iemand aanspreekt en zich openstelt, hebben ze meestal hele mooie interactie met elkaar. Klopt. En dan meestal gebeurt dat als met je buur of iemand die van je buurt of je. Ja, tuurlijk. En dan zie je dat soort mensen echt van. Buurman! Ja, echt respect hebben voor je, weet je. Ook respect voor jou, voor je vrouw. Ook al draagt je vrouw geen maar en dat soort dingen. Daar hebben ze geen problemen mee, hè. Weet je, want uiteindelijk is het toch een akhlaq, weet je. Hoe je. Zeg dat in het Nederlands, akhlaq? Karaktereigenschap, ja, dankjewel. Ja, dat soort. Ik vergeet Nederlands, maar broer. Broer, ik vier het dat in Engels. Je kan ook Grieks. Ja? Ja. Hoe zeg je alles goed in het Grieks? Tikanis. Tikanis? Tikanis. Ja, ik ben echt gek op talen leren. Subhanallah, Tikanis. En goed met jou, wat betekent dat? Kala Isi. Kala Isi? Kala Isi. Ja, ik kan praten met je, man. Als zo'n kind best bij hem met een Kala Isi. Ja, dat is ja, ik heb weer het mes echt, zeg maar. Mijn vader maakt het thuis. Als ik naar China ga, hoor je me gewoon niet houden. Zie je wel zo, man. Ik hou van om me te mengen in de mensen. Om hun maniertjes te zien, hun eigen principes, hun eigen dingen. Ik blijf wel altijd bij mijn eigen roots en mijn principes en zo. Ja. Maar ik vind het altijd leuk om mezelf open te stellen. Mooi, te zien wat ja, weet je, Abdullah, die was ja. We willen zien. En alhamdulillah, Allah heeft ons de kans gegeven om te zien. Maar waarom zou ik mezelf niet openstellen om, die kant van het verhaal te leren? En je ziet ook mensen die hebben gereisd, ook in Griekenland. Mensen die hebben gereisd, mensen die de wereld hebben gezien, zijn hele andere soort personen dan mensen die in een bepaalde hoek leven. Die zien alleen maar dezelfde soort mensen hun leven lang. Dus die accepteren ook dezelfde soort mensen alleen die een beetje bij hun passen. Op je wereld wordt al heel klein. Ja, heel klein. Want hoe lang woon je in Griekenland? 2 jaar. 2 jaartjes? Oké. Dus voor jou in Griekenland is niet echt iets of zo om daar voor altijd te wonen? Nee. Ik zeg je eerlijk, uiteindelijk voor mij. Ik zou heel graag naar Midden-Oosten willen gaan. Ja. In de zin van
mijn leven daar, uiteindelijk daar. Ik zou gewoon nog even terug willen naar Nederland. Ja, om te gaan voetballen hier in Nederland? Voetballen, ja. En dan zit je er natuurlijk. Dat is mijn ding. Ja, ja, ik heb ook laatst keer een interview gehad met Nasser Barazid. En hij heeft samen met jou gespeeld toen. Heeft hij over mij gesproken? Daar? Ja, een beetje. Ja. Hij is mij vergeten. Nee. Nasser en ik hebben nog steeds contact, man. Ja, Nasser en ik. Hij zei dat jullie altijd samen waren, dat jullie zeg maar... Leukste tijd dat met hem of meegemaakt, daar weet je. Hij is ook volgens mij top, lag hij. Ja. Weet je, het is. Hij is heel erg... Weet toch, in een interview en in de zin van... Als je met hem bent, is hij rustig en zo. Ja. Met meerdere mensen. Maar als je alleen met hem bent, dan kan je echt lachen. Ja, tuurlijk, man. En hij is ook een slimme jongen, mashallah, allemaal bij. Dus ik moest altijd wel lachen om hem, weet je. En we hebben altijd natuurlijk in hotels gezeten samen, als we trainingskamp gingen. Dan zaten we daar, dan was het gewoon, hey, stop. En dan was het, ene keer was het, één keer was het zo, je zin, ah, je wekker. En lachen, kun je daar echt op lachen. Ja, klopt. Wat vond je echt leuk bij FC Utrecht? Ik zeg je eerlijk, die mensen daar, bij FC Utrecht, ik heb me echt altijd thuis gevoeld, man. Ja. In de zin van, vroeger was ik ook niet de makkelijkste jongetje hoor. Helemaal niet zelfs, ik kon vervelend zijn, ik kon ik kon gewoon chaos maken. Die kleedkamer was chaos bij ons. En ik was sowieso degene die chaos maakte. En dat was voor je makkelijkste? Ja, voor. Maar ook, mijn karakter. Ik hou van aanwezig zijn. Ik hou van gewoon lachen met mensen. Maakt niet uit. Nederlands, IJs, groen, geel, oranje komt hij uit. Zuid-Afrika komt hij uit. Japan komt hij uit. Turkije. Het maakt me niet uit. Ik wil met iedereen gewoon een beetje interactie hebben. Lachen, praten. Ja. Dat soort dingen. Dat is gewoon een beetje mijn karakter. Dat zeg ik erbij nog een keer. Blijf aan mijn principes. Nee, ja, 100%. Er is een lijn. Tot hier niet verder. Allah heeft ons, alhamdulillah, mag Allah ons standvastig houden. Amin, broeder. Maar in de zin van dat, dus ik hou daarvan. En bij FC Utrecht was het ook heel erg multicultureel. Je had van alles. Van alles. Je had jongens met baarden. Je had jongens zonder baarden. Je had Nederlandse jongens. Je had Surinaamse jongens. Ik heb met een Japanner gespeeld. Ik heb met een Spanjaard gespeeld. Allemaal. En het was gewoon iedereen een mix. Het was ook gewoon een leuke kleedkamer, weet je. Iedereen kon lachen met elkaar. Het was niet zo van, wat echt groepjes. Ik kon gewoon bij de Nederlandse tafel aankomen schuiven en gewoon lachen met ze, weet je. Willem Jansen en zo. Ik heb nog steeds contact met hem. Ja. Bijvoorbeeld, ik stuurde hem naast een bericht van, hey, gefeliciteerd met je mooie carrière, dat soort dingen. Ja. Leuk voor hem. Tuurlijk, bro. En ik zeg je eerlijk, hij verdient het ook. Want hij was naar mij toe ook heel erg, echt heel erg netjes. Heel nee, heel, ook gewoon. Ook gewoon heel goed, weet je. Voor mij. En ik zeg je eerlijk, dat soort dingen heeft Nederland wel heel erg. In de zin van, ze accepteren ook buitenlanders. Ja. Ze accepteren ook buitenlanders. En dat is mooi om te zien bij hier in Nederland. Weet je wat dan, vroeger kon je wel zeggen, hij mag me niet, ik ben Marokkaans. Daarom zo. Ik denk het niet. Nee? Ik denk niet dat het... Tuurlijk heb je sommige gevallen altijd. Ja. Maar 9 van de 10 keer, alles wat je er zelf in steekt, krijg je ervoor terug. Ja. Dus als je een beetje jezelf ook openstelt. Ja, en je praat ook met ze, je gaat ze leren kennen. Je gaat ook proberen... een beetje hun te begrijpen vanuit hun kant, dan ga je ook snappen van, oh ja, misschien kan ik beter op deze manier dingen bespreken met ze, en dan kan ik misschien via deze weg iets bereiken, en dan kan het ook. Zeg maar teruggaan is aan jouw verleden, want ik zag een interview van jou dat jij zeg maar, jouw moeder heeft een hele belangrijke rol gespeeld in jouw leven. Ja, Allah, Amin, broeder. Allah, echt waar, misschien. Hoe was het vroeger, zeg maar, toen jij, want je zei, kindje van, het was een keertje heel koud en zo. Ja, dat heb ze me gebracht. Je hebt je huiswerk gedaan. Ja, natuurlijk, broeder. Ja, wat denk je? Mashallah. Zo, journalistieke dingen, joh. Scherp, hoor. Heerlijk, broeder. Zo, joh, ik weet niet hoe lang geleden de interview was, maar die blijft mij altijd bij, man. Okay, dus hij is scherp met de mes, broer. Ja, mashallah. Maar kan je mij een beetje vertellen, weet je, hoe het was gemaakt? Ja, tuurlijk, man. Met je ouders en zo, weet je. Wat ik zei, ik kom uit Amsterdam-Noord. Ja. En daar ben ik echt opgegroeid. Toen wij uit Nederland kwamen, of Marokko kwamen naar Nederland toe, zaten we eerst in Amsterdam-West, maar toen was het huisje klein. Ja. En op een gegeven moment, alhamdulillah, heeft mijn vader een huisje kunnen vinden in Amsterdam-Noord. Ja. En daar ben ik een beetje opgegroeid. Ja, op een gegeven moment was het alleen maar op straat voetballen, weet je. Mijn vader was van, luister, ik ben nooit naar school gegaan. Jij moet naar school. Ja. Ik had het niet met school. Nee. Absoluut niet. School was voor mij echt een bijzaak, man. Ik hield zoveel van voetballen. Maar was het al vanaf Marokko dat je van voetbal hield? Of ik hield wel van. Ik zei, man, dat weet volgens mij weet dat niemand dat. Maar dat kunnen mijn
Ik heb mijn familieleden wel bevestigd. Ik zei altijd tegen mijn man in Marokko, dat was een beetje een buurman van ons. Ik zei altijd tegen hem, ik ga naar Europa en ik word profvoetballer. Subhanallah. En ik was 5-6 jaar. Hè. Ja. Ik was echt geobsedeerd door voetbal. Ik was wel, voetbal was alles voor mij. Ja. Ja, ik hield er echt veel van. Wie was je grote held? Vroeger had ik niet echt iemand of zo, maar... Ronaldinho of zo? Ja, Ronaldinho keek je altijd naar, die AK van hem, toch? Maar Ronaldinho was echt mijn... Als hij jouw AK gaf, misschien zou je die kant, misschien was die kant. Ik denk, ja? mijn enkel was daar. Enkel zou daar zijn, hè, broer. Daar. Nee, maar ik bedoel van... vroeger was het... Je had niet echt een persoon waar je echt naar op... Je wilde gewoon... Je zag een trucje, je ging hem nadoen. Ja. En ik weet niet, jouw jeugd in dezelfde generatie, denk ik ook wel. Pleintjes waren vol. Er was geen plek om te voetballen. Man. En je weet, als je jouw team erin kwam, je ging er niet uit. Hè? Ja. Je weet, als je verloor, er waren daar 5-6 teams aan het wachten. Je mag dat. Nee. Er was gewoon slijding op straat. Knie open. Nee, doorgaan. Ik moet naar het ziekenhuis. Door! Het was gewoon zo. Nu, subhanallah, gisteren kreeg ik met mijn vrouw. Ik zei tegen mij, weet je, laten we even langs daar rijden. Daar is ook zo'n pleintje, ik ga even kijken, weet je. Nee, ja. Leeg. En nu hebben ze kunstgras ervan gemaakt. Netje eroverheen, top. Mooie goaltjes. In mijn tijd, niks. Nee, wat ik zeg, weet je, mijn moeder misschien, hè. Ze had nooit moeite om mij te vinden. Weet toch, vroeger ging die moeder altijd even naar buiten van... Yassine, waar ben je? Yassine. Yeah. Om 6 uur thuis. Yassine, tijd vergeten. Yassine was het tijd vergeten. En mijn moeder misschien, wat ging ze doen? Ging ze de voetbalpleintjes af. Voetbalplein A, voetbalplein B, C. Oh ja, is hij daar niet? Sowieso is hij bij D. Ik was niet aan het hangen, nutteloos op straat. Klopt. Nooit was ik nutteloos op straat. Want dat was voor ons taboe, man. Dat kon niet bij ons. Wij namen altijd een bal mee en wij gingen voetballen. Plein A, B, is daar niemand? Sowieso zijn ze dan bij C of D. Er was altijd voetbal. Was het voetbal of niks? Nee, maar echt, of voetbal of je was thuis. Ja. Het was niet echt zo van, je ging nutteloos op straat hangen, niks doen. Zo echt zo, voor niks. Ja. In de zomermaanden ging je dan af en toe naar het zwembad. Dat was onze uitje. Het zwembad. Ja, weet ik wel, Flora Parkbad, nu hebben ze hem helemaal nieuw gemaakt. Alles, maar ja. Dat was onze uitje. Ja, dat was een hele andere uitje. Je moeder ging altijd op bezoek, weet je, ze wist gewoon waar je was. Ja, het was niet moeilijk voor haar misschien. Het was gewoon, ik was sowieso op één van die pleintjes. Nu is het anders. Hoeveel broers heb jij en zussen? 5 broers, 2 zussen. Ja, 5 broers, 2 zussen. En jij bent de jongste? Ik ben de jongste, man. Nou, maar wel. Hoe is dat voor jou om in zo'n groot gezin op te groeien? Top. Ja, ik zeg, mijn moeder, weet je. Mijn moeder, ik was haar favorite, toch? Ja, serieus? Ja, maar ze heeft echt veel voor me gedaan, weet je. Want ik zei, destijds, je ging alleen maar voetballen op straat. Ik wilde niet naar school. Ja, je ging natuurlijk wel, omdat het moest. En op een gegeven moment... We werd een beetje mijn talent ontdekt door de jongens van de buurt. Ja, tuurlijk. Maar de oudere jongens van mijn broers, die ik ook heb geïnterviewd. Ja, Adil. Die gingen met mij een beetje voetballen, weet je. En ik mocht met hun meedoen. Ja. Ik moest, waar begin je altijd? Altijd op goal. Je mocht niet beginnen, weet je. Nee. Je was jong, toch? Tuurlijk. Ga jij maar op doel. Zet ze mij op doel, weet je. Ja. Maar vroeger respecteerde je dat. Ja. Je was jong, je kon niks zeggen, vriend. Het is gewoon op doel staan. En daar was ik Casillas, bro. Ja, alles, geen probleem. We gaan steen. Geen probleem. Ik deed alles. En op een gegeven moment dan was er iemand van die oudere jongens, weet je, of hij had een beetje pijn. Zegt hij, ga jij spelen. Ja, dat was het moment, hè. Moment om je te bewijzen, bro. Ja, ja. En op een gegeven moment zagen ze een beetje mijn talent. Zeiden ze van, je broertje is goed, hè. En met mijn vader misschien. Hij zegt, hij gaat niet naar voetbalclub. Hij gaat niet. Waarom? Hij wilde niet. Hij zegt, ik moet eigenlijk naar school. Yeah. Hij wilde niet, maar hij wilde mij niet op een voetbalclub zetten. Yeah. Absoluut niet. En ik was toen 10, bijna 11 alweer. Yeah. En hij wilde mij gewoon niet op een voetbalclub zetten. Totdat op een gegeven moment misschien die buurjongen, ik vergeet het nooit meer, man. Ik had een Egyptische buurjongen, Abdallah. Hij zei tegen mij, volgens mij, als ik me goed herinner, zei hij dat tegen mijn vader van... Je moet je zoon echt op voetbal zetten, hij is echt een goede speler, hè? Ja. En mijn vader zegt dat hij met een gebroken Nederlands... Ja.
Ja, en op een gegeven moment begon een beetje dat die zeuren van mij bij mijn moeder, maar die ging nooit naar mijn vader. Nee. Ik hou van mijn vader als geen andere, maar mijn band met mijn vader is anders. Nu, ik ben hartstikke kleinkind, ik ga op zijn schoot zitten en zo, weet je, ik hou ervan. Die vaders hebben dat nu ook een beetje nodig, die zijn op een leeftijd. Ja. Die vinden het leuk als hun kinderen nog komen knippen, dat het zo heen. Dus dat doe ik ook, weet je. En ik ben de jongste, ik kan dat. Ik kan dat toch? Ja, tuurlijk. Want als hij hier komt, dan... Kijk eens. Maar ik kan dat nog. Bij mij is het nog... Maar dat is echt zo, want waarom? Kijk, voor ouders ook al ben je 30, 40. Je blijft gewoon een babytje weten. Ja, dat is het. En, maar omdat ik nog de jongste ben... En ik ga dan weer toch expres een beetje op je bij plakken. Ja, ga ik zo knuffelen. Ga ik hem zo op zijn schoot zitten. Schallig. Gewoon dat soort dingen, weet je. Gewoon die babyachtige gedrag vertoon ik bij hem. Ik vind die geweldig. Maar vroeger was dat niet zo. Vroeger was het echt goed. Nee, maar mijn band was toen anders, omdat mijn vader was echt... Hij was naar Nederland toe gegaan, wij waren in Marokko. En hij werkte zijn hele leven hier, hard voor ons daar. En je groeide niet echt op met je vader. Snap je wat ik bedoel? Hij kwam regelmatig naar Marokko. Maar toch is die band anders. En op een gegeven moment, dan word je ouder. En nu ik ouder word, ik zelf kinderen heb, besef ik steeds hoe hij... Wat hij allemaal heeft moeten laten voor ons. Ja, en dan krijg je nog meer respect voor hem. En daarom... Nu behandel ik hem ook echt zo. Ja, tuurlijk, lang werken. Een beetje lachen. Ja, dat vindt hij leuk misschien, weet je. Ja, ik ging altijd zeuren bij mijn moeder, wat ik zei. Ja. En mijn moeder was dan weer die doorschuiflijk naar mijn vader toe. Hallo. Hallo. Hij moet naar voetbal. Hij moet dit. Ja. Hij moet een beetje op school. Je moet niks van horen. Ja. Oh, met hem nu? Nee, misschien mijn vader. Dat is één ding. Wat hij nooit doet, schreeuwen. Hij schreeuwt niet nooit. Allah, Allah, alhamdulillah. Echt waar, en dan kan iedereen bevestigen, hè? Mijn vader en zijn kind. Subhanallah. Hij heeft een band. Ken je die stelletjes die al 50 jaar bij elkaar zijn en die nog steeds verliefd op elkaar zijn? Nee, joh. Ja, dat zijn mijn ouders. Je kan ze niet afscheiden. Nee, joh. Je kan ze niet afscheiden, hè? Met mijn vader binnenkort zijn ze 50 jaar samen. Allahumma barik. Ja, echt. Ik ben echt trots daarop, hè? Ja, maar tuurlijk. Echt leuk om te zien, hè? Tuurlijk. Ik discussieer daar met mijn vrouw wel eens. Ja. Dan zegt ze tegen mijn vader. Nou. Ik hoop dat je een keertje een beetje op je vader gaat lijken. Ik zeg, wat dan? Ja, hij helpt je moeder nog in de keuken. En dan krijg je die mes nog. En dan kan je niet anders, weet je. En dan denk je van, hey, ja, maar nu moet ik helpen, weet je. Maar help je thuis een beetje thuis? Ik moet wel, man. Met vier kindjes te werken lang. Moet je wel, je moet... Je hebt vier kinderen al, man. Ja, en hoe oud ben je zelf hier? 28. 28? Ja. Maar ben je nog verder of is het goed zo? Waarom niet? Ja, toch? Liekte. Nee. Wat Allah subhanahu wil. Prachtig. Ja, ik hou wel van grote gezinnen, man. Ik ben zelf in een groot gezin opgegroeid. Ja. Het is de charmes. Het is wel zwaar en het is moeilijk. Soms word je er gek van. Die kinderen kunnen je helemaal gek maken. Ja. Vooral in deze tijd. Want het zijn allemaal technologie dit, technologie dat. En dat soort dingen. Maar aan de andere kant. Dit is gewoon prachtig. Maar ben je ook als persoon veranderd? Zeg maar, dat je vader bent geworden? Ja, zeker weten. Maar alhamdulillah. Ja, ook sinds het praktiseren eigenlijk. Ja. Toen al was het... Maar hoe ben je gaan praktiseren? Goeie is... Broer, we moeten nog teruggaan naar mijn moeder. Oh, ja. Zeg je eerlijk. Terug aan. Nee, maar weet je, we moeten stap voor stap, weet je. Stap voor stap. Nee, maar mijn moeder en mijn kind, dat is wat ik zei, doorschuif lijken. Op een gegeven moment had ze die ingang gevonden bij hem. Zei ze, weet je wat, doe maar. Zei die, weet je wat, doe maar. Ja. Zet hem maar erop. En misschien... Naar welke club ging je? Naar de dijk. De dijk in Amsterdam, ik denk niet dat je het kent. Die dijk in Amsterdam. Ja, toen misschien wel... Je wereld van je open hebben. Ja, man. Maar ze hadden mij in de E6 gezet. Dat was de laagste van de laagste. Ja, ja, ja. Maar normaal. Je moet altijd bewijzen. Dat is leven, hè. Dat is het leven. Je moet altijd eerst bewijzen. Respect afdwingen van mensen en dan krijg je het. Ja. Het kan niet komen, hey, geef me respect. Werkt niet zo, vriend. Wij zeggen, respect moet je verdienen, broer. Precies. Eerst laten zien en dan gaan we zeggen van, hey. Dat hoort zo. Dus ik zat daar al en eerste wedstrijd, ik weet niet meer hoeveel, maar het is 15-0 gewonnen of zo. Ik weet het echt niet meer. En ik had iets van 7 keer gescoord of zo. Ik weet het niet meer. En op een gegeven moment zei hij, goed hè, die kleine van jou, hè? Ja, mijn vader is kind. Hij stresst aan mij, hij moet mannen gaan werken in de fabriek. Hij doet alleen maar. Ja. Nee, goed. Is goed. Alles is goed. Alles is goed. Mooi weer, ook goed. Je weet onze aders, zeker. Het is ook anders. Hij heeft het
niet met voetbal. Hij heeft zijn hele leven lang misschien moeten werken. Hij denkt, ja, het is geen tijd om te kijken naar sport voor hemzelf. En dat dus in ieder geval, wat deed hij bestuur toen? Tijdens van, weet je, hij is toch goed voor dat team. Hij moet naar de E1. Dat was zeg maar de beste van mijn categorie. Dus van E6 naar E1. Nee, direct, hè. Ik heb alles overgeslagen. Toen zeiden ze van, we spelen nu tegen Zeeburgia. Ik weet niet of je daar wel hebt gehoord. Nee. Nou, dat is de dat is eigenlijk... Ja, hoe wil ik zeggen? Ja, hoe moet ik dat benoemen? Zeg maar de profs onder de amateurs. Ja, ja, ja. De profs onder de amateurs, yes. Dat is denk ik de juiste, okay. juiste woord. De profs onder de amateurs. Dat was zogenaamd destijds al helemaal, weet je. Heel veel jongetjes gingen vandaar heel veel naar Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht, noem het maar op. En wij speelden tegen hun E1. En volgens mij zaten daar al een paar jongetjes die zouden weggaan naar die BVO-clubs. Ja. Dus ik mocht meedoen. En zij zeiden tegen mij vooraf van, hey, Zeeburg, ja, moet uitkijken hoor. Goede spelers hoor, dat soort dingen. Zei, is goed. Nou, wedstrijd beginnen. 5-2 geven we ze een pak slaag, scoren 3 keer. Oh ja. En toen, op een gegeven moment, kwam die trainer van Zeeburg, kwam naar mij toe. Wie is je vader en zo? En mijn broer was toevallig mee. Adil? Nee, Yusuf, mijn andere broer. Yusuf. Je hebt hem niet. Ja, ik ken hem ook. Hij is ook natuurlijk. Ik heb hem dat zeg. Ik weet niet meer. Ik heb de hele familie als uit. Ik heb hem gezien, ik heb pakken. Wat is dit, man? Dit is een privacy schending, man. Nee, grapje, nee. Ja, ik weet, hij heeft zo'n voetbalschool, ja. Klopt. Ja, hij heeft zo'n voetbalschool. Echt een leuke voetbalschool, ja. Niet omdat het mijn broer is, echt niet. Nee, ik ben heel kritisch, hè. Altijd, met alles. Maar als iemand goede training kan geven, wijs ik hem aan. Ja. 100%. Ik train zelfs bij hem. Lambert. Ja, wallah, ik zeg je eerlijk. En hij maakt je kapot, hè. Ja. Echt een leuke voetbalschool, man. Echt, top, man. Die kan hem volgens mij wel overal vinden. Hij is Amsterdam West. Okay. Maar in ieder geval, mijn broer was daar met mij mee. En die trainer komt naar hem toe. Breng hem even volgende week naar de trainingen. Dus ik trainde met de zogenaamde testtraining. Ja, de profs onder de amateurs, weet je. Je moet het laten zien nog op de training. Eén wedstrijd kan geluk zijn, weet je, denken ze. Klopt. Nou, meedoen daarop. Na één of twee trainingen zei hij van, luister, ik moet hem hebben, man. Ik moet hem hebben. Ja. Ik moet hem hier hebben. Hij gaat hier gelijk naar Ajax, PSV, noem het maar op. Die praatjes en zo. Die amateur. Dat is een andere tijd. Dus mijn broer zei van, niemand kan hem brengen. Hoezo kan hij? Ja, niemand kan hem brengen. Ga jij hem ophalen? Ja, maar we regelen wel iets met de ouders, een beetje dit. Hij wilde echt graag misschien met die trainer. Hij wilde echt graag. En mijn broer zei van, ja, dat is onmogelijk, weet je. Want wij woonden in Noord en die Zeeburg is in Amsterdam-Oost. En het was een beetje een afstand destijds, ja, weet je. Die lijnen nu zijn heel makkelijk, maar destijds met was het wat anders. Is toch een jaar of... bijna 18 geleden. Wat gaan we? Ja, 18. Ja. Dus was het gewoon anders. En toen zei mijn broer, je blijft gewoon bij de dijk. Nou, eigenlijk een jaartje afgemaakt. Toen ben ik al weggegaan. Was ik naar Haarlem toe gegaan. En misschien naar mijn moeder had me toen in die periode zelfs heel vaak gebracht. Met de bus misschien. Gewoon regen, sneeuw, hagel. Allee, is in lab. Allah. Ze gaan niet door. Zei ze tegen mij. De wedstrijd gaat niet door. Ik zei, nee, ik wil gaan. Ik wil het zien. Ze hebben niet gebeld. Sneeuw. Logisch dat het niet door zou gaan. Nee. Maar ik wil het zien. Ik wil zo geobsedeerd. Ik wil gewoon voetballen, weet je. Ja, ja, ja. En zij gewoon... Zij ging gewoon mee. Weet je, ja. Van, weet je wat? Ja, kom, we gaan mee. Stripkaart betalen vroeger. Je weet nog, stripkaart. Oh! Dat was niet mooi. Als we met in Douane bent, heb ik je eigen paspoort laten zien. Pats! Nou, gewoon stripkaartje betalen. Ja. Meegaan. Niemand daar. Helemaal terug gaan, skinnen, kijken mijn moeder aan, voel je schuldig. Ja. Ik herinner me nog misschien, ik zeg, maak je geen zorgen, maar ik ga het allemaal terugbetalen. Allemaal. Niet omdat ik daar een dag van ik ga profvoetballer worden, maar of ik ga het op een manier van geld terugbetalen, maar in de zin van liefde en dat soort dingen. Weet je. Als klein kind, ik was 11. Je wilt het een beetje verzachten voor haar. Je wilt het verzachten voor haar misschien. Dan ging ze nog met me mee naar de Dirk van der Broek. Kocht ze voor mij, ik weet niet meer, croissantjes was het. Ja, croissantjes. Ja. Dat is van, maak je niet uit hoor, die maakt niet uit. Het is niet erg, Het is zo liefde. Ja broer, is geen grappig broer. En dan, weet je, mijn broers werkten, iedereen werkte. En er was niet echt iemand. En dan stond zij gewoon op, zo, jallah, we gaan er dus in. Liefde, man. Alhamdulillah. Echt, daarom, alhamdulillah. Dus dat was het verhaal met mijn moeder, man. En, eigenlijk, dat jaar ging ik al weg naar HFC Haarlem.
was toen, die is nu failliet. Ja. Die had toen een samenwerking met Ajax. Subhanallah. Dat was een beetje mijn jeugd en HFC Haarlem. Toen was mijn andere broer, Aziz, die heb je ook wel. Ja, hij is een kiesje gezien. Ja, ja. Hij bracht me toen altijd naar de trainingen. En we hadden toen ook een jongetje in Amsterdam-Noord toevallig. Darren Rosheuvel. Oké. Okay, ja. Ja, die heeft ook nog bij FC Utrecht in het eerste gezeten. Klopt, dat was ook. Hele lieve jongen ook. Echt een gouden karakter. Ja, echt een, ik zeg altijd van tegen hem, jammer dat jij geen moslim bent, man. Ja? Je bent echt een voorbeeld voor ons als moslims, weet je. Echt in de karaktereigenschap, zijn vader ook. Topper, jongen. Echt top. Dan gingen ze om zijn beurt rijden, weet je. Dus een beetje, mijn broer en zijn vader gingen een beetje op elkaar afstemvouwen. Ja, die dag moet jij werken, die dag moet ik werken. En dan gingen ze. En ook meegaan naar toernooien. Ja. Dat soort leuke tijden. Ja. Echt, alhamdulillah, één ding. Ik heb het nooit gedaan voor het geld. Nee. Nooit. Ik heb nooit gevoetbald met de intentie, ik ga geld verdienen. Maar dat is juist nooit dan. Dat is juist nooit. En nu nog steeds, als ik op het veld sta, klaar. Alles gaat weg hier. Je hebt sommige mensen die zeggen, ja, ik moet op een boksbal slaan. Of een boks... of op zo'n bokszak slaan of zo, dan slaat die stress eruit. Bij mij is het gewoon, zet me op het veld, geef me een bal. Ja. Top, alles is goed. Subhanallah. Alles is goed. Voetbal is in principe gewoon jouw leven. Het is gewoon een rust, weet je, voor mij. Gewoon lekker voetballen, lekker vrij, lekker doen wat ik leuk vind. Alhamdulillah. Alleen ik hou niet van die poespas eromheen, man. Zoals? Die interview, die dit en die autootje hier. Wat ik altijd zo geweldig vind van die voetballers, als zeg maar van die... van die bussen komen, dan weten ze gewoon dat ze gefilmd worden. Dan hebben ze die tasje zo, weet je, en dan lopen ze zo heel stoer zo, weet je, naar de kamer. Horloge zo om. Broer, ik zeg je eerlijk, ik haat daar totaal niet van, man. Ik heb het echt niet, man. Met hem gevoetbald. Ja. Want heel veel mensen kennen hem niet, hè. Nee. Ik heb met hem gevoetbald. Ik heb dus met hem EK onder 17 gewonnen. Ja. Dat is wel grappig dat je hem benoemt. Ik heb met hem EK dus onder 17 gewonnen. Hij lijkt me wel een relaxte gozer. Top. Luister, geloof me, 1-1. Goeie gast. Ja, dat klopt. Echt een goede gast. Maar weet je wat het is, naar de buitenwereld, mensen hebben ook heel vaak een bepaald beeld bij iemand. Ja. En dat, ik zeg je eerlijk, het is ook wel logisch, omdat het enige wat ze van je zien, toch, is wat jij uitstraalt, wat je laat zien, et cetera, et cetera. En vaak denken mensen dat ze je dan ook kennen. Begrijp je? Hij ziet je regelmatig op tv, hij ziet je regelmatig in interviews, hij hoort de manier van praten. En daaruit baseert hij een beeld over jou. Dan denkt hij je ook persoonlijk te kennen. Gek is dat. Snap je wat ik bedoel? Ja, tuurlijk. Maar ik begrijp het wel. Maar voor die jongens soms begrijpen ze niet van ja, ze oordelen of ze veroordelen mij of ze beoordelen mij. Ja. Het leven hoort, is gewoon zo. Het is gewoon zo. Ja. Hoeveel mensen hebben we op deze aarde? Noem het maar. 7 miljard? Zoiets. Nou, denk je dat je iedereen tevreden kan houden? Denk je dat iedereen jou gaat mogen? Het belangrijkste is dat je gewoon jezelf bent. En als hij zo wil zijn, natuurlijk. Weet je, sommige mensen vinden het gewoon leuk. En dan, hij vindt het dan blijkbaar leuk om te rappen en gouden kettingen en dingen te dragen. Ja. Maar ja. Doe je ding, weet je. Ik ga niet tegen je zeggen dat je dat niet moet doen, weet je. Maar ik vind het altijd jammer dat mensen dan ook gelijk zeggen van, ja, hij is zo. Maar ken je hem? Je kent hem niet, toch? Het is niet zo dat ik hem omhoog praat of wat. Nee. Niemand, hè. Niemand. Dat bedoel ik niet. Wala nuzakki ala Allahi ahad. Weet je, never. Maar ik bedoel meer van, heel veel mensen hebben een bepaald beeld bij een persoon, omdat ze hem vaak op tv zien, of ergens zien, of op een bepaalde manier horen te praten, en dan denken ze van, oh, ik ken hem ook. Weet je, terwijl, dat is verkeerd, weet je. Dat is verkeerd. Je kan niet een oordeel baseren op dingen wat hij zegt. Je moet hem spreken, je moet hem kritische vragen stellen, je moet met hem... Dan pas kan je zeggen van, ik ken hem een beetje. Je moet met hem reizen, zegt de profeet Ali Stad, toch? Met reizen met iemand anders, dan kun je hem weer kennen. Dat gaat toch nooit gebeuren? Nee. Maar als je wil zeggen van, ik ken de persoon een beetje, dan moet je wel zo'n interactie met hem hebben gehad, weet je. Dan kan je echt zeggen van, ja, ik heb die persoon ontmoet, hij is wel zo en zo en zo. Dus laten we even teruggaan naar jouw begin praktiseren. Van, hoe is het bij jou gekomen dat je gaat praktiseren, broer? Je hebt hem ontmoet. Hij is trouwens, even voor de kijkers. Subhanallah, hij lijkt u lekker gewoon twee druppel wat. Nee, maar ik ben veel mooier als hij. Ja, dat Nee, dat zeg ik altijd tegen hem. Ik zeg, ik ben een mooiere variant van hem. Maar dat is niet waar eigenlijk. Hij lijkt echt precies op elkaar, man. Dus hij is jouw cel geweest. Ja, hij heeft me echt daarin echt getrokken, weet je. Weet je, het is...
Ik tekende al heel vroeg een contract. Ik was 16 en ik tekende een contract bij Utrecht. Maar Allah, ik ga je eerlijk zeggen, tot de dag van vandaag, ik zeg het tegen iedereen, mensen geloven me niet, ik wist niet dat ik geld ging verdienen. Ik wist het niet. Nee. Ik denk contract, oké, contract. Ik wist het niet. Subhanallah. Wallah, ik wist het. Waarom ik deed het met liefde, voetbal? Ja. Dat is voor mij gewoon leuk. Ik mocht daar zijn, vet. Op hoog niveau. Je wil altijd natuurlijk het hoogste niveau bereiken. Dat vond ik leuk. That's it. Maar ik ging dus geld verdienen. En je kreeg aanzien natuurlijk. Ja. Mensen gaan je zien, mensen gaan je begrijpen. Pas later besefte ik dat me. En toen, Adin was toen al lang al begonnen met praktiseren, want hij is 4 jaar ouder dan ik. Ja. En hij was toen al op zijn 16e begonnen, dus hij was toen al 20er, toen ik 16 was. Ja, ja. Nou, en toen ging hij heel veel regelmatig naar de moskee, naar lessen en dat soort dingen. En ik was nog in mijn puberteit, PlayStation en dan volop, weet je. En ik wilde alleen maar, toen destijds was het Black Ops, volop, en Adi was naast me en zei, Ella, we gaan naar de moskee. En dan kreeg hij, ja, kom maar aan, kom maar aan. Ella, Ella, we gaan naar de moskee. Ik zei, kom maar aan. Weet je wat het is? Hij was, ik zeg je eerlijk, hij had echt een slimme manier. Hij zei dingen tegen mij, en dan zei hij bijvoorbeeld van, vrees Allah, je weet maar nooit dit, dat. De woorden die we kregen. Vrees Allah, je weet het niet. Je kan wel hier zitten, maar morgen overmorgen ga je dood. Dit en et cetera, et cetera. Je weet het niet. Ja. Allahu alam. En dan, wat deed hij? Ging niet doorpraten. Ging hij weg. Dat doet pijn, hè? Absoluut. Ik heb liever die preek. Yeah. Hij zei dingen tegen me. Hij zei bepaalde woorden die echt heel veel impact hadden op je. Maar dan ging hij ook weg. En dat vond ik niet leuk. Dan zet je daar de PlayStation. Maar hij zat wel hier. Die woorden zaten hier. Dan ging je toch over nadenken. Of je nou wou of niet. En op een gegeven moment. Kijk, één ding. Alhamdulillah, walillah, alhamdulillah. Ik ben begonnen met bidden op mijn 10e en nooit gestopt. Alhamdulillah. Ik was nooit gestopt. Nooit. Ik wil niet zeggen dat ik altijd op tijd was, nee. Maar ik was nooit gestopt. Dat is één ding wat ik nooit had gedaan. Dus kinderen, mijn moeder daarin heeft me heel erg geholpen. Alhamdulillah. Zij leerde met gebed, et cetera. Ja. Dus ik was daar nooit in gestopt. Maar dan had je Adil die een stapje verder ging. Die ging het echt praktiseren. Die ging echt Koran leren, winkelen, dat soort dingen, weet je. En hij. Zei dingen tegen mensen dat ik hier, weet je wel. Nou, een keertje dan meegaan naar de moskee. Ja. Vond je die sfeer leuk en zo. Ja, je was nog steeds een beetje te druk bezig met voetballen. Ja, daar. Je hoofd was echt gewoon puber, weet je. Die alleen maar bezig was met voetballen. Ja. Want ik zei als puber, dan ben je druk bezig en dat wil je niet. En dan denk je van, nou, ik wil nog even voetballen. Na de training kwam ik thuis weer voetballen en dat soort dingen. Nou, op een gegeven moment werd ik 18, zo. En op mijn 18e ongeveer heb ik mijn debuut gemaakt. Ik zou hem op mijn 17e maken, maar ik brak mijn kuitbeen. Oh, subhanallah. Maar op mijn 18e maakte ik mijn debuut. En toen op een gegeven moment kreeg ik heel veel aanzien en heel veel mensen kwamen naar me toe en zo. Ja. En ik vond het niet zo leuk eigenlijk eerst. Ik begreep het niet. Ik hield er niet echt zo van, die aandacht en zo. En ik kon er ook best wel moeilijk mee omgaan. Ja. En op een gegeven moment besefte ik me van, ik denk dat het weer is. Als ik mijn vrije tijd in iets anders invul, weet je. Ja, toen begon ik echt met hem mee te gaan naar de moskee en een beetje Arabisch te leren en dat soort dingen. En zo ben ik er een beetje ingerold. Alhamdulillah, zo ben ik er een beetje ingerold. En sindsdien heb ik het eigenlijk nooit meer losgelaten. Maar alhamdulillah, ja, ik wist ook, als voetballer moet je een beetje vroeg trouwen. Ja, ja. Dus op mijn 20e was ik al getrouwd, alhamdulillah. Ja. Ja, het ging snel, alhamdulillah, en op een gegeven moment, ja, Koran leren. Ik zeg je eerlijk, die tijden van 18 tot 20 zo, 21, vergeet het nooit meer, man. Dat waren de tijden dat je gewoon fajr in de moskee zat, de hele dag doorhaalde, tot Isha, en dat was mijn huisgezicht. Mijn vrije dag. Op mijn vrije dag. Ja, ja. En op geen vrije dag ging ik voor fajr naar moskee, bikkelen, Koran bikkelen, gingen we na fajr Koran bikkelen, en ging ik... Na Shorok hebben we 2 rakaat bidden en vanaf dan ging ik naar de training. Allah was zo mooi. Die tijd vergeet ik nooit meer van mijn leven. Dat was de tijd dat je echt, je ging maar door. Gewoon, de Koran was gewoon bij je. Was gewoon, je bikkelde gewoon. Je bleef maar doorgaan. Je had Lahmed. Je had geen kinderen, je had niemand. Je was alleen maar aan het gaan, weet je. Het was zo spannend. Het waren gouden tijden voor jou. Allah, soms, ik denk er nog steeds aan en denk bij mezelf. Ja. Als die tijd nog een keer terug kan komen,
Inshallah, waarom niet? Maar, ja, Allah, alhamdulillah. Ja, weet je, dit nu met vier kinderen is een beetje moeilijk. Ja. Je afzonderen op bepaalde momenten, voor je, wat ik zei, weet je, een half uur rijden voor mij in Griekenland om naar de moskee toe te gaan. Weet je, als het hier in Nederland was of hier in Amsterdam, was het gewoon, ja, moskee is bij mij 5 minuten van de. Ja, ja. Ik kon een uurtje pikken. Dan kan je echt bikkelen, weet je. Want je hebt het nodig. Ja, ja. Je hebt het nodig, want als jij de Koran laat, laat hij jou. Dat is heel simpel. Tuurlijk. En alhamdulillah, ik heb heel wat ahzab kunnen leren. Allahumma barik. Alhamdulillah. Ja, en daarop sowieso op terugkomen, want we weten allemaal dat je goed kan reciteren. Ik ook. Ja, toch? Nou, wow. Dat hebben we ook gezien over de film van Salah. Doe een klein stukje. Een klein stukje Salah Barak. Aan het einde is Allah. Ja, we hebben aan het einde gekomen, toch? Aan het einde, ja. Wat jij wilt, ja. Doe gewoon een klein stukje samen voor motivatie, Salah, van die jongeren, toch? تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. جزاك الله. غافر من هذا. ابي اوك بيتش بك. لا 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 كبر انت. يا بدون بان بيتش مراجعه ولا كيك بخيل بك. ابي ما خليت القران ولا لا ايوه ايوه صافي لا لا كان يخلي يرتب صوت غافر حاول سي يا سي برودر اكبر يو اخت بدانك والله فور يور تايت فور يور مويته والله مد ليفد مان كنت لاكم بيتش تزال والله والله الله يحفظك بدوك لاكو شيخي ايلك يو دوت غود مان الله يحفظك دي كومبليمنت موتش اوك كرايغه مان ايوه اوك بس فاك دان بي جاي ديجيني دي كومبليمنت اديل ديت كير ماغ جاي فين دي سبارك. Alhamdulillah, je doet het goed allemaal. Wat, wat ik leuk vind is ook dat je in mijn ogen de juiste mensen opzoekt in de zin van onze dien. Want we weten ook dat onze dien, kijk, heel veel, helaas ook heel veel mensen benefitten omwille van de dien. En dat is heel jammer, weet je. Terwijl de dien moet, is ghani. Van 100%. Kijk, ook Allah Azza wa Jalla ons tawfiq geeft, dat is het belangrijkste. Amen, wallah, standvastigheid. Dat is standvastigheid. Zeker, alles wat je doet. Nee, wallah, alles wat je doet. Ja, want die hebben, vandaag kunnen we leven, morgen subhanallah, zijn we weer barzakh, broeder. Wallah, ja, zeker. Is gevaarlijk. Wallah, inshallah, met dit soort filmpjes, Allah Azza wa Jalla iemand kan jeugd, inshallah, ik vind het echt, wallah. Dat is weer van een ander onderwerp, die jeugd, subhanallah, deze tijd heeft het hard nodig. Vooral ik zie in Amsterdam Noord een second, weet je, ik zeg je eerlijk, soms die kinderen daar, die jongetjes, 12, 13 jaar, 14 jaar. Ja. Ik denk als je tegen hem zegt, Allah subhanahu wa ta'ala binnenkort, dat hij tegen jou zegt, wie is dat? Allah, Allah echt. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat die tijd komt. En Allahu alam, ik weet het niet, maar de tijd is dichtbij. Dat het niet lang meer duurt, want ik. Ja, het is erg geworden, wallah. Het is we vragen Allah Azzawajal om ikhlas, broeder, en Amin. Gaat hier nou. Echt, amin. En broeder, laatste advies voor de kijkers van de Shabab, inshallah. Voor de jongeren? Ja. Like, zeg altijd. Altijd zeg ik dat. Luister goed naar je ouders. Er is niemand op deze wereld, die iets beters wil voor jou dan je ouders. Subhanallah. En Allah Shantar heeft het gezegd. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dus als je als insan gewoon dicht bij je ouders blijft, weet dat jouw ouder jou nooit zou pijnigen of dat jou een verkeerde advies zou geven. Je broer zou je misschien nog de mes in de rug kunnen steken, maar je vader of moeder? Nee. Never. Never. Je vader of moeder, never. En die advies wil ik iedereen geven. Luister goed naar je ouders. Dit is in de zin van dunia, et cetera. In alles, dunia en dien. Geloof me. Ben je dicht bij je ouders, Allah subhanahu wa ta'ala gaat je inshallah bi'illah azza wa jalla leiden. En natuurlijk met dua. Ja, vergeet niet. Waqada rabbuka.
En la ta'budu illa iyyah. Awalan, eerst Allah subhanahu wa ta'ala. Zie je, Simbar, geloof ik, ik heb een kleine cadeautje voor jou. Subhanallah, ik wou mijn shirt voor je meenemen. Nee, maar waarom ik spreek af met je? Inshallah, geen probleem. Ik heb zeg maar een klein boekje voor jou. Ik laat hem hier achter voor je in Nederland. Inshallah. Als je weg bent. Ik heb een klein boekje voor jou, zeg. Abdul Mahsin Abed. Je kent zijn zoon ook? Ja, tuurlijk, man. Echt, ik zeg je eerlijk. Een van de echte prachtige shuyukh, ja, waar ik echt van hou. Tuurlijk, om bij te zitten in zijn lessen. Wallah, echt. Ik heb nog een kleine potje honing voor jou. Maar ik heb helemaal niks voor je meegenomen. Maar gek, mijn shirt gaat komen, inshallah. Mijn shirt gaat komen, pak je. Zatar, ja toch? Dit is gewoon in de morgen. Na verder is één lepeltje. En ik ga de brandweer. Een beetje voor brandweer. Ik ga het vrouw vallen. Ja, dat is het. Allah, je zegt Allah, geef Allah je belonen. Allah, heb je een CSI? Online met alle liefde. Mooi boekje, man. Nou, heb ik een CSI, man. Je zegt Allah, geef nogmaals dank voor je tijd en moeite. Mogen Allah je belonen en mogen Allah je succes schenken. Doe je het lekker. Amin, wa iyyak. Mogen Allah van de leeuw. Zeg Allah, geef nog meer kijkers te trekken die de weg naar Allah gaan leren kennen. Amin, broeder. Mogen Allah ons succes schenken in de wereld. Beste mensen, ik ga voor jullie afscheid nemen. Dit was mijn een leuk gesprek samen met Yassin Eyyub, hafidhahullah. Vergeet vooral niet te abonneren, beste mensen. En voor in de toekomst komt het. Zeker, abonneren, jongens. Beste mensen, tot de volgende aflevering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.